we er zijn voor een nieuwe aflevering van ons Brabantse Dagprogramma Brabantse Dag Update. Vandaag gaan we op bezoek bij wagenbouwersgroep De Rijten en we gaan het hebben over de posters van de Brabantse Dag. Maar eerst blikken we even terug op gisteravond. Maandagavond literatuuravond. Dit jaar wederom in de beeldentuin van Galerie des Beaux-Arts. Schrijvers Marente de Moor en Stefan Brijs werden geïnterviewd door Wim Tindemans en Mariette van Wissen. In het naastgelegen restaurant Artiest genoten muziekliefhebbers van de klanken van de Viola da Gamba van Ralph Rousseau. Café de Koffer was gisteravond toneel voor Francis van Broekhuizen. Zij verzorgde een grappige opera-act. Ik kom trouwens uit Den Haag en ik probeer netjes te beginnen. De helft van mijn familie is trouwens Brabants, Berg op Zoom en Roosendaal. Dus dat is ook wel Brabant, die heeft toch altijd een warme plek in mijn hart. Nou gaat het gebeuren hoor. We zijn bij Vriendenkring De Rijten en we gaan eens een kijkje nemen in de tent. Vriendenkring De Rijten doet mee aan de Brabantse Dag sinds 1980. De groep heeft zo'n 85 leden. Ze behaalden 4 keer een eerste prijs, namelijk in 1986, 1987, 1988 en voor het laatst in 1994. De groep bouwt vaak kleurrijke, kolossale wagens met oog op detail. Mickey Verrijken van De Rijten. We zitten hier op de wagen. Er moet nog veel gebeuren, denk ik, volgens mij, of niet? Ja, we liggen aardig op schema, maar iets, het een en ander moet nog wel gedaan worden. Een hoop kisten en alles erop. En het komt aan de laatste week weer. Hè? Ja. Want jullie hebben als thema de aardappeleters van Vincent van Gogh. En dat betekent veel aardappelkistjes, maar ook heel veel aardappelen. Waar halen jullie vandaan eigenlijk? Wij zijn gesponsord dit jaar met aardappelen uit Brunsum. Dus we moeten zaterdag met 2 auto's en 2 aanhangers 2,5 ton ophalen. Zo. Ja, dat is aardig veel. En dan is te hopen dat die aardappelen niet gaan kiemen, want dat mag natuurlijk niet. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Maar daar hebben ze volgens mij speciale poeder voor? Of? Dat weet ik niet, maar ze hadden tegen mij gezegd dat die een week of 3 toch zeker wel goed blijven. Oké. Dus ik denk niet dat we daar echt problemen gaan krijgen. Nee. Als je nou kijkt naar De Rijten, we hebben het net over de bouwstijl. Hoe is nou eigenlijk de Rijten typeren met zijn bouwstijl? Ja, echt de bouwstijl die van De Rijten, dat zit hem toch in de kelkvormingen en de wat rondere vormen en dat soort dingen. Dus wat je hier eigenlijk ziet, is nou niet echt gezegd van wauw, dat is een echte rijtwagen. Maar als je hem daar afziet met kleuren en met detail en alles, dan toch weer wel. Wat gebeurt er eigenlijk bij jullie op de wagen? Op de wagen, daar hebben we hierachter de kisten en dergelijke met aardappels. Daarvoor staat heel groot eigenlijk het schilderij, de aardappeleters. Mm-hmm. En aan de zijkant zijn wij allemaal eigenlijk als boer die de aardappels aan het telen en aan het rooien zijn. En echt laten zien dat de rauwe mens ook rauw was met zijn handen werkte.
maar ook de rauwe mens is die de aardappel eet. Ja. Wat zijn jullie vanavond aan het doen, Natasja? Wat we aan het doen zijn is een soort basistraining aan het geven voor mensen die nog niet veel mee gegrimd hebben bij de rijten. We hebben een hele enthousiaste club met dames die meesminken. Maar dit jaar een oproep gedaan voor nog extra mensen om mee te sminken, omdat het behoorlijk wat werk is dit jaar. En wat we nu doen is echt een basistraining. Dus echt kijken van hoe zet je een basis op, hoe ga je om met vetsmink, hoe ga je om met watersmink, hoe gebruik je een spons, hoe gebruik je een penseel. En de volgende stap is dan om te kijken van hoe dat we de smink voor dit jaar erop gaan zetten. Nou hebben jullie op die zondagmorgen voor de optocht altijd gigantisch veel werk te doen, want jullie beginnen al heel vroeg? Ja, we beginnen altijd al op tijd. Rond een uur of 8, 9 zijn we vaak al wel aan de gang. Ja, en wat we dit jaar voor het eerst echt gaan doen is met Grimstratenwerk. Dus dat we eerst een groep meiden hebben die met een basis beginnen. Dan een groepje die wat meer ervaring heeft met sminken, die al wat extra dingen erop kan zetten. En dan als laatste de groep die echt wel al jaren mee sminken, die echt de special effects erop kunnen gaan zetten dit jaar. Dus het is voor ons ook nieuw dit jaar. Ja. Het spel is natuurlijk ook altijd heel veel bepalend. Hoe is dat bij jullie dit jaar geregeld? Het spel is eigenlijk langs de wagen. Mm-hmm. Iedereen als boer loopt de akker loopt te bewerken en dan ook een deel een lied zingt. Een deel van Geert van Maasakkers, de zoon van de dominee. Dan zingen we een couplet uit. En als dat couplet gezongen is, dan doen we allemaal een vriesmoment richting het publiek. Mm-hmm. En dan zegt Vincent, die voor op de tractor staat, die dan de mensen gaat schilderen op de eerste plateau van deze wagen. Want daar zitten daar de aardappeleters gewoon rustig te zijn. Die staat hij te schilderen en dan doet hij zijn brief voorlezen naar zijn broer in Parijs. Het cultuurfestival van de Brabantse Dag is inmiddels in volle gang. Wij blikken vast vooruit op de agenda van morgen en overmorgen. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens is ook een meesterlijk toneelspeler. Hij brengt de sprookjes De 12 Broers en De Kikkerkoning op het toneel in een klank- en kleurrijke voorstelling met prachtige muziek van Ernst Jans. De toegang is €6 voor volwassenen en €4 voor kinderen. Het vindt plaats op woensdag 22 augustus vanaf 2 uur. Cultuurgezant Gerard van Maasakkers brengt woensdag 22 augustus zijn show Lijflied. Hierin geeft hij zich volledig bloot met mooie persoonlijke verhalen. Woensdag 22 augustus vanaf 8:15 in Galerie des Beaux Arts. Kosten €15,50. Ruud Walpot en Rob van Hek brengen een licht klassiek programma in Tapperij de Zwaan. Zij speelt viool en hij piano. Muziekliefhebbers kunnen genieten op woensdag 22 augustus vanaf 8:30. Toegang is gratis. Southern Brass behoort tot de beste, meest toonaangevende koperblaasgroepen van Nederland. Met het programma Connections in Music brengen zij een mix van jazz, eigen composities, Toon Hermans en Herman van Veen. Gratis toegankelijk op woensdag 22 augustus vanaf 8:30 bij Kasteel Hezen. Muziek en amusement vind je op donderdag 23 augustus tijdens de Brabantse Middag bij Galerie des Beaux Arts. Met onder andere Pro et Contra, Cor Zwanenberg, Andy Marcelissen en de Torico's. De toegang is €2,50. Op donderdag 23 augustus staat het veelbelovende talent Danielle van der Grient uit Hezen op de agenda. Zij is studente aan het conservatorium in Tilburg. Ze speelt en zingt het lied van de moordenares, tevens haar afstudeerproject. Vanaf 8:15, locatie Galerie des Beaux Arts en de toegang is €7,50. Voor een overzicht van alle activiteiten kijk je op de website brabantsedag.nl. Wil je ontvolgen op smartphone, tablets of waar dan ook? Kijk op facebook.com/RTV Horizon. Maar nu eerst gaan we naar het perron om te kijken naar de posters van de Brabantse Dag met Marie-Jeanne. Naast mij Stijn van Meerwijk, de meest moeilijke vent te pakken te krijgen rond deze tijd van het jaar. De ontwerper van de posters. Druk. Hoi Stijn. Hallo. Stijn, jij bent de ontwerper van de posters van afgelopen jaar, het jaar daarvoor, dit jaar. Ja. En zoals ik begrepen heb, ook van volgend jaar. Die van volgend jaar zit al in de pijpleiding. Dus het concept is ongeveer goedgekeurd. Dus binnenkort komt de vierde eraan, ja. Stijn, hoe gaat het in zijn werk? Want wij zitten hier voor die mooie wand met al die posters. Maar nou net niet de poster van jou bij hangt, maar dat komt nog. Van Wolf of Fame, zeggen jullie, hangen aan de andere kant. Hoe komt zoiets tot stand? Ik ben eigenlijk dus toen voor de eerste keer benaderd. En of dat ik inderdaad vanuit mijn eigen bureautje mee wilde doen aan de pitch. Omdat eigenlijk ze waren toe aan een nieuw ontwerp. Nou, toen had ik wel zoiets van, ik wil graag meedoen. Ik wil echt
ja, maar dan ook goed voor de dag komen. Dus ik heb meteen eigenlijk een team verzameld van specialisten. Hè, waaronder dus ook een fotograaf en een styliste. En eigenlijk hè, waar ik heel veel mee samenwerk altijd. En dus dan hebben we ook meteen gezegd van, hè, we gaan gewoon conceptmatig gaan we aan de gang. Maar dan wel op een compleet andere manier. Nou, dat is behoorlijk gelukt. Die eerste poster heeft heel wat stof doen opwaaien. Ja, ik vond hem geweldig, maar het heeft wel heel veel stof doen opwaaien. Ja, het was het Eindhoven Dagblad heeft gestaan. Er was een enquête bij de Albert Heijn voor dat het aanstootgevend zou zijn. Die naakte man op de poster. Ja, maar ja, dat is natuurlijk alleen maar perfect. Hè, want het gaat erom, een poster moet gewoon aandacht genereren. En dat was bij die zeker gelukt. Dus, ja. Die van vorig jaar was veel kleurrijker. Veel, moderner is niet, misschien niet het goede woord, maar wel met meer kleur. Ja, ja, het is natuurlijk wel, we hebben toen die lijn ingezet met fotografie. Dat zie je nu ook. Het is nu het derde jaar ook een fotografie. Dan zal de vierde zal dat ook zijn. Hè. Het is toch een soort kenmerk wat je, wat je neerzet. Maar daar, het is natuurlijk vreemd. Het was moeilijk om iets in één beeld te pakken. En dat was dus nou eigenlijk ook de reden dat we het nu dit jaar ook anders hebben gedaan. De reden om een drieluik te maken dit jaar? Ja, want het thema was meesterwerken. Ja, dan kun je dus wel weer een aantal meesterwerken bij wijze van spreken in één poster mikken. Maar ik had zoiets van, gebaseerd op de meesterwerken van vroeger bijvoorbeeld. Een drieluik van Jeroen Bos of noem het maar op. Ik dacht, dan maken we gewoon een drieluik. En dan hebben we ook inderdaad met de banieren bij de lantaarnpaal. Dan is er even net wat meer spreiding. Dus vandaar is toen dat idee geboren. Oké, en die meneer op die posters, dat is één meneer, hè? Dat is één meneer. Dat is een bekende Hezenaar ook nog? Dat is ook een bekende Hezenaar. Maar inderdaad, want heel veel mensen zeggen van, op twee posters herken ik hem. Maar wie is dan die derde man? Maar het is inderdaad allemaal dezelfde persoon. En dat is natuurlijk Robbie Herings, hè? Dus, maar het feit dat die discussie er is, dat is toch alleen maar goed. Nou, ik vind ze fantastisch. Goed werk geleverd. Hartstikke bedankt en ga maar gauw verder. Succes. Oké, dankjewel. Ja, goed om te horen. Dat was het dan voor vandaag. Morgen gaan we een kijkje nemen bij de fototentoonstelling van Peer van der Kruis. En gaat Marie-Jean op bezoek bij Wagenbouwersgroep De Rode Hoek. Tot morgen. Houdoe.